Berg. Ik ben Alan van der Worp. Ik doe ook mee met Move to on Wheels. Dat heb ik waarschijnlijk al vaker verteld. En we gaan zo wandelen. 20 kilometer. Meerdere rondjes van 5 kilometer, als ik goed heb begrepen. Ja. Ben je er geen schrik van? Ja, we zetten het op, hè? Ja, ik zet het goed op beeld. En ik ga het aanschouwen. Ik ga voor jullie zorgen dat jullie je eten en drinken straks krijgen. Ja, super. En een rondje meelopen af en toe. Ja, ja, dan weet je ook wat wij doen, hè? Ja. Hard werken. Ja. Ik ben trots op jullie. Tijd om te verzamelen, dus aanhoren wat nou uiteindelijk de bedoeling is. En dan gaan we dus mooi aan de loop. Maar goed, ik ga met de eerste groep mee om te checken of het ook echt klopt. En mocht het niet kloppen, dan lossen we dat op een andere manier op. We hebben vandaag een rondje van ongeveer 5 kilometer, waarbij de laatste 1,5 kilometer steil omhoog gaat. En dat is te vergelijken met hoe het ook gaat in Frankrijk. Dus we gaan daar ook echt oefenen, alsof we al een beetje in Frankrijk zijn. Dat betekent dat we de jongens in de rolstoel, die koppelen we aan de treksystemen. Dan ga je omhoog lopen en achter je komt alvast een bus te rijden. Zodat je al echt kan... Zijn er vanuit jullie nog vragen? Oh, altijd mooi als ik zo duidelijk ben. Ja. Hebben we er zin in? Ja! Hebben we er zin in? Ja! En wat fijn. Peter, met een hesje aan. Wim, met een hesje aan. Wie moet er nog meer een hesje? Oh, de groepen zijn verdeeld. We kunnen zo gaan. Ik zit in groep 2 met dit gezelschap. Dus kom vast goed. Ja. Je hebt er schrik van, of niet? Zeker weten. Zeker weten. Ja, hoi. Nou, daar gaan we. Jazeker. Zijn er al schrik van? Even wachten hoor. Ja. Tot zo. Wij willen ook in de vlog, hoor. Wij willen ook in de vlog, ja. Ja, zeker. Ja, Mike wil ook in de vlog. Dan moet je zorgen dat je dat kabeltje van Hans krijgt. Ja, tuurlijk. Ja, nou, dan mag je de film maken. Ja. Wij gaan volgende week samen een vlog maken. Nee, ja, we gaan hem samen met hem maken. Sorry. Doe maar. Want we hebben wel een goede cameraman nodig. En ik zie hij heeft wel ervaring. Super schapiel houden. Ik heb de filmpjes gezien. Ervaring. Ja, dat is ook leuk bezig. Ja. Als dat nou, woensdag was. De 200 meter is achter de rug. Ja. Nog bijna 20 kilometer te gaan. Ah, dat moet lukken toch? Ja. We zijn fit. Jonge benen, hè? Jonge benen. We hebben er gewoon energie in zitten. Ja, en we gaan er gewoon voor. Precies. Ja, we gaan ervoor. Precies. Kom goed. Ja. Zo. We lopen Holten in. Zou het zijn? Misschien net dan een kilometer of zo. Moeten we er nog 19? Ja. Kom er wel. Talfoutje. Dat is niet helemaal goed. Redelijk goed tempo en toch gaan we vrij snel, want ik zie de voorste groep, de eerste groep, al lopen. Ze zijn al minder dan 500 meter vanaf. Oh, de knoppen was stijlig, hè? Kunnen we tegenop lopen? Ja. Vanavond? Ja. Vanavond gaan we feesten, dat we dit dan ook weer hebben gedaan. Nu is de beste uitdaging, we lopen omhoog. Ik zit de camera niet zo heel goed te zien, maar het is wel leuk. Ik vind het nog goed te doen. Ja, dat zal voor anderen misschien wel iets minder zijn. Zo, dus een beetje op de eerste ronde is klaar. Door naar de tweede en een lekker appeltje erbij. Blijft nog in 50 groep 2. Ik pak je. Zijn die nou binnen? Yo! Schreeuw die Jano, hè? Deze kant van weg, jongens. Met jullie, hoor. Ik ga verzand. Mag ik aan mij? Ja, daarom. Ja, als jij. Mag ik genoeg accu hebben, Jan?
Oké, dan zijn we bij, voor de tweede keer bij die berg achter mij. Nu gaan we één ding veranderen. Dat is dat wij een rolstoel naar boven moeten slepen. Lekker pittig. Maar we komen er wel. Nou, daar gaan we weer. De bult op. Flinke beklimming. En nu neem ik een rolstoel mee. Op sleeptouw. Maar dat komt wel goed. Je mag niet met z'n drieën lopen, mama. Dan loop ik naar de berg. Dat mag wel, ja, goed zo, jongen. Ja, is Jenk al in de bus? Ja, wij kunnen het wel bij benen zo. He, ja, als je er zit, kan dat makkelijk. Ja, nou, die ziet het al. Straks veel makkelijker met die meegevallen. Losgoed is prima. Ja. Hallo! Hey Arnold! Hey, het gaat hartstikke goed, hè? Super! Hoi Arnold! Iedereen hoort bij de groep. En ik laat geen enkel groep dit achter, hè? Kom, we gaan, hè? Kom maar. Op. Kom, jong! Yo. Jongens, daar is de berg, hè? Ja, goed, hè? Zo. Dat was er weer 10 kilometer. Oftewel, ja. 2 rondjes over die berg heen. En nu tijd voor de lunch. Ja. Dus kijken wat de tijd is. Zo. Dan lopen krijg je weer trek. Is smakelijk. Want, heb je het gehaald? Ik wel. Ja, ik ook. Nou, we gaan ervoor, hè? Maak gewoon een broodje, jongen. Moet goed eten. Ja, ik ga lekker eten. Nou, dan gaan we weer. Eten op. Op naar het derde rondje. Ja, groep 2. Zijn jullie zover of willen jullie nog even pauzeren? Ja, wat is er dan, joh? Niks hoor. Wij gaan maar eens, Sjaak. Hij zegt, hij wil nog even pauzeren. Ik zeg, wat heb je daar nou alles van? Wat is die jongen? Ik wil gewoon een beetje gas geven en doen. Hey, wat doe je nou dan toch? Ik kom zo meteen wel, want ik ja, dan komt hij aan, hoor. Hoi, John. Eén keer, hè. Blijf op straat, hè. Ja, ik heb je nummer gehad. Ja, dat is goed. We gaan weer voor de derde keer de bult op. Jongens. Wat mooi. Ja. Alweer. En dan moeten we er 4 keer op. Op en neer, op en neer, op en neer. Vanavond zei je, ik ben kapot. Ja, ik ook. Jee, nou. Ik denk dat vanavond mijn morgen is eraan gaan doen. Of ik ga gewoon door. Maar. Ik ga vanavond op de bank liggen. Ik kom er niet meer vanavond. Ja, dat denk ik wel. Ja. We zijn al 3 keer naar boven geweest. Maar nu lopen we de andere kant weer terug. Dus dat kan ook nog eens. We lopen een beetje achteraan. De bus. Als je niet meer vol kunt houden, kun je met de bus mee. Maar dat heb ik niet nodig. Kijk eens. Het is nog een stevige afdaling. Het bord valt me nu pas op. Ik heb de tijd niet gezien en nu zie ik hem pas. Eigenlijk was dat bordje zo... Ja. Nee. Maar je hebt ook niet teruggelopen. Nee, dat doen we nu pas voor de eerste keer. De eerste keer, ja. Ja. Ja, dit gaat wel aardig beter als ze naar boven lopen. Dit heeft wel vol te houden. Jawel. Ja. Geef niet op. Ik ga gewoon door. Kom op, jongens. Wat's op? Ik ben bezig. Hoi, hoi, ben bezig. Hey. Jongens! Het goede nieuws is, we kunnen doorlopen naar de parkeerplaats. En we hoeven niet nog 4 keer heen en weer te lopen, uiteindelijk. Maar iets voor 2 keer. Dat is niet verkeerd. Het is een taai dagje zo, maar wel lekker. Dat is niet nodig, ik ga
Ga opstaan. Hè? Dat is wel lekker. Dat denk ik wel. Ik weet het niet. Die andere die zijn nog een keer naar... Woensdag is ze natuurlijk gewoon weer trainen. Zorg dat je lekker rustig uitrust en dat die spieren een beetje gemasseerd worden. Dan gaan we woensdag weer lekker knallen. Nee, we zitten nu in een goede flow. Zorg ervoor dat iedereen weer mee terugkomt naar huis. Vind je dat ik over een uurtje word gebeld van nee, ik sta er nog? Want het kost mij een uur om heen en weer te rijden. Oh ja, als ze dan op. Oh ja. Dankjewel voor vandaag. En tot snel. Ja, jullie bedankt. Zo, de training is klaar. We kunnen naar huis toe. Ik vond het mooi, maar ik ben ook al moe. En wat moet ik ervan zeggen? Ik weet niet wat ik er anders van moet zeggen, maar woensdag gaan we weer naar de volgende training. En dan wordt het vast mooi. Weer mooi. De volgende training wordt vast weer mooi. Maar zonder gek, dat was mooi. En nu eindig ik de vlog. En tot ziens, hè. Bedankt, hè, voor de gezelligheid.